Hallo en leuk dat je kijkt. Mijn naam is Hendrik Liewes en in deze presentatie ga ik je alles vertellen over de nieuwe Opel Vivaro. Ik ga dus de Opel Vivaro gesloten bestelling uitleggen, de verschillende mogelijkheden qua lengtes, qua motoren, qua uitvoeringen, qua maten. En ook gaan we de Vivaro dubbelcabine bekijken. Nou, we hebben allemaal klaarstaan. Kijken jullie mee? Nou, dit is hem dan. Dit is de nieuwe Opel Vivaro. We hebben hem hier in verschillende lengtes hebben hem hier staan. Het model dat we hier zien is de Innovation uitvoering. Dat is meteen dus ook de luxere uitvoering. Ik ga zo ook vertellen wat de verschillen zijn tussen de Innovation en ook de Edition uitvoering. Want de Edition uitvoering die hebben we hier staan. Nou, zoals ik al zei zijn er dus verschillende afmetingen zijn er leverbaar. We beginnen dus met de lengte 1, hoogte 1. Dus dat is de standaard afmeting. Daarna de lengte 2, hoogte 1. En dat is dus deze uitvoering die we hier ook zien. En we hebben dus de lengte 3, hoogte 1. En dat is het model die we hier hebben staan. Nou, deze de Vivaro is natuurlijk al wat langer bij Opel op de markt. En dit model is een samenwerking met de PSA gemaakt. Dus met de Opel, Citroën en de Toyota. En hoe de afmetingen zich verhouden zien we als volgt. We zien hier dus de lengte 1, hoogte 1. Nou, die heeft een lengte van 4,61 meter. Daarna hebben we dus de lengte 2, hoogte 1. Die is 35 centimeter, is hij dus langer. Die heeft een afmeting van 4,96 meter. En we hebben die Vivaro lengte 3, hoogte 1. En die heeft dus ook 35 centimeter langer. En die is 5,31 meter. Nou, als we het vergelijken met het vorige model van die Vivaro, die was dus in twee lengtes. Hè, lengte 1 en lengte 2. Die had weliswaar ook nog een hoogte 2. En dat is nou niet meer het geval. Maar die is dus, als we daar de lengte 2 uitvoering gaan kijken. En met name ook de binnenruimte. Je ziet dat die 2,94 meter binnenruimte is. Die is eigenlijk wel goed vergelijkbaar met de lengte 3 van het nieuwe model. En die is dus een inhoud van 2,86 meter. Dus hij is in drie lengtes is hij leverbaar. Verschillende uitvoeringen. We praten dus over de Selection uitvoering. Dat is het basismodel. Nou, dat zijn kleine letters wat we nou hier zien. Maar die moet je zo zien. Die heeft voorzien van airconditioning. Wat daar niet standaard op zit. Ja, als we naar Edition gaan kijken. Edition uitvoering. Die is dus voorzien van airconditioning. Daarnaast heeft hij ook automatisch light control. Wat daar ook op zit. Bank zit ervoor in. Bestuurdersstoel is ook verstelbaar. En ook een regensensor wat erop zit. De Innovation uitvoering. Dat is de meest luxe uitvoering. Die hebben we hier ook staan. Wat die meer heeft is de bumpers in de kleur. Dus hier aan de zijkant. En voor. LED-verlichting. Wat hij hier dan ook in heeft. En die heeft het multimedia systeem. Het multimedia systeem heeft dus een mogelijkheid met Apple CarPlay. Of Android Auto wat daar dus mogelijkheid in is. Er zijn ook verschillende typen motoren zijn er leverbaar. Praten we over 1.5 dieselmotoren, variërend van 100 tot 120 pk. Daarnaast heb ik nog 2 liter dieselmotoren. En die beginnen we ook bij 120 pk tot en met 180 pk. Automatisch er ook. Die is leverbaar in 180 pk. Achterhebsautomaat. En sinds vandaag, dat is ook net bekend geworden, is die ook leverbaar in 122 pk met achterhebsautomaat. Nou, we gaan nu wat meer laten zien van het interieur van de nieuwe Opel Vivaro. We lopen even naar deze uitvoering toe. Ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie van de Opel Vivaro vinden. Dus laat gerust je bericht en je vraag hieronder achter. Dan zullen we die zo spoedig mogelijk natuurlijk ook beantwoorden. Ik ga voor het gemak even starten. Nou, dan zien we hier dus het interieur van de Opel Vivaro. Bediening aan het stuurwiel zit aan de linkerkant en aan de rechterkant. En cruise control zit hierachter. Nou, mooi duidelijk instrumentenpaneel, waar je duidelijk alles mooi kunt zien. Dit is dus de Edition uitvoering waar we in zitten. Die is standaard heeft hij dus airconditioning. En hier zoals extra nog het navigatiepakket bij besteld. Als je navigatiepakket bestelt, krijg je inderdaad ook nog een achteruitcamera, wat er ook bij zit. En het systeem werkt inderdaad heel makkelijk. Ja, je hebt hier gegevens van de auto waar je een bepaalde instelling kunt instellen. Daarnaast zit natuurlijk gegevens voor het audiosysteem. En welke radiozenders je het liefst ook luistert. En daarnaast navigatie. Nou, harder en zachter, kan heel makkelijk met de knop.
knop hieronder worden geregeld. En hier zien we navigatiesysteem. Hier rechtsboven zit nog de knop om instellingen te wijzigen. Dan kun je profielen kun je daar ook instellen. Plus het scherm kun je uitzetten. Hebben we wanneer je bijvoorbeeld 's nachts rijdt, zegt van nee, ik vind het niet wat hinderlijker het licht. En zo tik je hem eraan. En zo kun je heel makkelijk weer het beeld zien. Daarnaast de knop die hieronder zit, hebben we dus de Apple CarPlay. Android Auto, nou dat kennen we natuurlijk ook wel van andere modellen van Opel natuurlijk ook. We hebben ook meer video's online staan met uitleg over deze systemen. En er is ook nog een mogelijkheid tot de MirrorLink, waar ook een app is waar je navigatie van kan krijgen. En natuurlijk telefoonvoorbereiding, waarbij je telefoon via de Bluetooth kunt instellen en handsfree kunt bellen. Dus zo werkt het navigatiesysteem van de nieuwe Opel Vivaro. Nou, wat een aantal andere leuke en handige dingen zijn die ik je graag niet wil onthouden, zijn eigenlijk twee punten die ik je mee wil geven. Dat is één, is dat het scheidingswand. Wanneer je een scheidingswand bestelt, en dat kan natuurlijk op de lengte 2 als bij lengte 3. Dit doet de standaard, maar dit is de akoestische. Daar heb je namelijk ook een raam wat erin zit. Maar deze heeft dus minder geluid wat dat doet, hij is wat stiller. En de zitgedeelte kan verder naar achteren toe, waardoor je meer beenruimte creëert en ook meer schouderruimte. Dus zeker voor ondernemers of mensen die in de vaart rijden die eigenlijk lang zijn, is dit een ideaal iets om bij te bestellen, zodat je meer ruimte krijgt in de auto. Nou, het volgende wat ik wil laten zien is een doorlaadluik. Dat is natuurlijk echt een super makkelijke optie. Heel veel bedrijfswagens zijn natuurlijk voorzien van imperiaal op het dak, waar bijvoorbeeld buizen worden neergezet, noem het dan maar op. Wat je bij kunt bestellen bij de Opel Vivaro is het doorlaadluik. En dat werkt dus als volgt. Dan zit hieronder een blauwe lusje. Daar trek ik aan. Dan zie ik hier eigenlijk al ruimte zitten. En dan zit hier een schotje waar ik dus naar achteren toe kan doen. En zo zie je dat je eigenlijk meer dan 4 meter ruimte creëert. Heel handig voor bijvoorbeeld leidingen, buizen, palen, noem het allemaal maar op. Hier zien we de laadruimte en daar kan heel mooi nog wat verder doorgestoken worden. Dat is niet standaard, maar dat is extra dus bijbesteld. Zo gaat hij heel makkelijk bediend naar beneden. Het luikje kan natuurlijk heel makkelijk dichtgeschoven worden. Nou, er zijn natuurlijk ook verschillende kleuren leverbaar met de Opel Vivaro. De meeste kleuren die ik bestel worden is natuurlijk wit of zwart. Er zijn ook andere hele leuke kleuren. Die wil ik graag even laten zien. En dat zijn namelijk deze. Dus je kunt de basiskleurlak is wit. Hij kan nog in het rood, zwart, donkergrijs kleur. Dat is de Moonstone Grey die we net ook gezien hebben. Zilvergrijs, nog iets beigeachtige kleuren. Hij is nog wat in een donkerrode kleur en een bruinachtige kleur. Natuurlijk kun je ook een bepaalde speciaal lakkleur doen. Voor je bedrijf een bepaalde uitstelling heeft voor kleuren, kunnen we altijd gaan kijken of die zo dicht mogelijk bij deze kleuren komen. Nou, dat zijn eigenlijk de informatie die we geven over de Vivaro gesloten bestel. We hebben daarnaast ook nog een dubbel cabine mogelijkheid. En dat is het model die hier staat. Dit is de Vivaro in dubbel cabine uitvoering. Nou, die is ook met de Edition uitvoering leverbaar. En de Innovation. Waarbij je bij de dubbele cabine wel rekening moet houden dat het alleen vanaf de lengte 3 versie is. Dat heeft te maken met de wetgeving hier in Nederland. Dus hij is eigenlijk alleen leverbaar in de lengte 3 uitvoering. Dan heb je wel een hartstikke mooie laadruimte achterin. Maar de vorige Vivaro was ook met de korte wielbasis nog met de dubbele cabine mogelijk. Maar deze dus alleen met de lengte 3. Je hebt dus een fantastische mooie laadruimte heb je achterin. Nou zit de Innovation voor, dus die heeft wat meer opties wat hierbij zitten. De dubbele schuifdeuren. Standaard heeft hij gewoon 1 schuifdeur aan de zijkant. Nou, zoals ik al zei, is hij ook met automaat leverbaar. Zo ziet de automaat eruit. Kun je heel makkelijk hiermee regelen. En draait ook super. En die is dus met 180 pk te leveren of met de 122 pk. Beide 8 traps automaten.
Nou, natuurlijk is je vader ook geschikt natuurlijk om aanhangs mee te trekken. En je moet maximaal 2500 kilo kan daar mee getrokken worden. Hangt natuurlijk een beetje van de motor af wat er achter kan, noem maar op. Maar het is dus ideaal om ook aanhangs mee te trekken. Wat ik ook nog even laten zien is de achteruitrijcamera. Dat gaat namelijk via hetzelfde scherm als het navigatiesysteem. We gaan hem even opstarten. Nou, je hoort het piepsignaal al. En hier zien we dus achteruit de camera. Hier zie ik dus precies hoe ver ik kan, wat mijn lijnen zijn van stuurlijn. En aan de rechterkant zie ik dus wat de obstakels zijn om mij heen. Nou, dit is niet standaard. Dit is ook leverbaar in het navigatiepakket. Krijg je dus samen met de navigatie die ik uitgelegd heb, krijg je dus ook de achteruitrijcamera, krijg je daar dus ook bij. Nou, en zo heb ik al mijn informatie verteld over de Opel Vivaro. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat er nog vragen zijn die je graag wil weten over Opel Vivaro. Dan zou ik zeggen, stel ze gerust en we beantwoorden ze natuurlijk graag. Natuurlijk ben ik van harte welkom om bij ons langs te komen, zodat je auto echt kunt bekijken. En natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken van deze video. En graag tot de volgende keer. Tot ziens.